hartkraam is geregeld, kan Louise zich focussen op een ander probleem. De overtollige kilo's. En daarvoor heeft ze hulp ingeroepen van nicht Gina en vriendin Kim. Ik moet afvallen voor de dopa. Ik moet natuurlijk een mooie jurk aan, dus ik wil een paar kilootjes eraf. En ik dacht, misschien kan jij me erbij helpen, want jij zit op een sport. Ja, ik doe nog 1,5 jaar paaldansen. Dus dat kunnen we wel gaan doen. En daar val je wel vanaf? Ja, en je lijf verandert ook helemaal omdat je al je spieren traint. En hoe val je er vanaf dan? Wat moet ik me voorstellen dan? Als je erin klemt of... Nee, dat is gewoon echt krachttraining wat je doet. Ja, daar blijkt je dus wel van af te vallen. Ik dacht altijd dat het een erotisch iets was, maar blijkbaar is het dus gewoon een sport. Heb je zin in? Ja hoor. Je rechterhand is boven, je linkerhand is op de hoogte van je borsten. En laat je hier naar de linkerkant vallen. Je steekt je billen naar achteren. En dan laat je je vallen en dan steek je erbij. Oh, mijn been. Het ziet er allemaal zo makkelijk uit op televisie en zo. Maar als ik het zelf moet doen... Maar ja, ik heb ook wel heel wat mee te sleuren, hè. Als je kijkt naar Kim, die had een mooi prachtig figuurtje. En Gina, die is ook nog stukken slanker dan ik. Heupen naar voren duwen. Heb ik een heupen? Ik heb dat helemaal geen. Jazeker. Oeh, Kim. Ja. Heel goed, doe we nog. Kan ik niet, hoor. Maak je ogen. Hartstikke leuk eigenlijk, maar ik voel me zo onzeker, gewoon. Ik weet niet, ik ben natuurlijk best wel veel aangekomen de afgelopen tijd. En om daar dan te staan met een buik, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En dan al die spiegels. Ga je naar voren, oh, ik krijg kramp. Naar de grond, naar de grond, naar de grond. Ja, kom je weer op je buik op. Ik snap niet dat Rowan nog bij me is, überhaupt. Met dat dikke buikje van me. Dat ze me nog mooi vindt, snap ik niet. 1, 2. Ja, zo. Ik ken het niet hoor. Yes, heel goed. Ik zit vast op mijn vel. Ja, brand. Niks meer erbij. Ik vond het wel heel zwaar. Vooral dat omhoog klimmen, dat kon ik gewoon niet. Ook 10 jaar geleden wel, maar nu niet. Ik kan het niet. Laat me los. Oh, ik kan niet meer, jongens. Ik vind het een hele leuke sportpaaldans. Ik heb het geprobeerd, maar voor nu zeg ik nee. Ik ga toch zoeken voor wat anders. Dit gaat hem niet worden. Het is een bijzondere ochtend voor Louisa. Ze gaat voor het eerst met Mikai naar het graf van haar oma. Mijn oma is voor mij heel speciaal. Die heeft me altijd gesteund. En ja, dat is voor mij weer een moment gewoon met mij en het gezin, zeg maar. Hij is vandaag precies 12 weken om die jongen. 12 weken? Hij is toch 2,5 maand? Ja, ik zie gewoon 4 weken als een maand ongeveer. Dus. Ja, ik ook. Ja, dus zeg maar 12 weken. Is maar ik weet niet maanden. Hoeveel 12 weken is. Ja, 3 maanden. 12 weken zijn 3 maanden. Ja, ongeveer wel, ja. Omdat haar oma heel speciaal was voor Louisa, flirt ze haar graf graag op met bloemen. Hi! Wat kan op het graf? Ja, niet dat ze meteen kapot vriezen. Bij je oma? Ja. Dit past allemaal op het graf. Oh, oké. Okay. Dus. Ik neem wat rozen mee, ze hield van viooltjes. Mijn oma had altijd een heel mooi tuintje voor, met alle soorten bloemetjes. Het was altijd veel kleur. Ik denk zeker dat mijn oma dit wel allemaal meemaakt. De hele verandering van mij heeft ze meegemaakt en ons kind. Ja, mensen mogen me misschien als gek verklaren, maar af en toe heb ik gewoon het gevoel dat ik haar gewoon ruik. De koffie en de koekjes. Ja, heel raar. Ik had gewoon ook het liefste gehad dat ze er gewoon was geweest en dat ze ook het kind in de arm kon nemen. Omdat ik daar een foto van had. Maar ja. Is er niet. Dus ik zie dat dan dat ze als engel gewoon bij Mikai is. Nou, het ziet er toch wel mooi uit voor oma. Ben je blij dat je nou met hem hier bent? Ja, het is toch weer even een speciaal moment, toch? Met mijn kind hier. En dit is voor mij heel speciaal. Alleen hoop dat ik gewoon dat mijn oma dit meemaakt. Ze is als engel hier, hè? En ze beschermt Mikai.
Ik ben blij dat ik dit gedaan heb nu weer. En dat ik Mikai heb kunnen laten zien bij het graf. En ik zal er nog vaker heen gaan. Om samen met Mikai straks bloemetjes neer te leggen. Had weer mooi snel aan, maar kom weer huilen. Wat erbij is gaan. Ze heeft helemaal niks van mij meegemaakt, mevrouw. Ze heeft het kind niet. Na dit emotionele moment wil Rosanna Louisa wat opvrolijken. En hoe kan dat beter dan door bling-bling-decoratie uit te zoeken voor de doopdienst en het feest? En dat doen ze op het kamp bij vriendin Laila. Oh, je doet net alsof we de koning en de koningin aankomen. Ik ben ook zo blij! Hallo! Ik wil dat Mika straks kan terugkijken op de foto's van kijk eens hoe mooi dat mama en papa allemaal geregeld hebben. Hier hebben we dus alle bloemen staan als voorbeelden. En dit is de flowerwall. Oh, dat is wel leuk, hè? Ik denk kijk, dat schat. Dit wel heel erg leuk is voor bij jullie. Voor fotomomenten. Ja. Dit is denk ik wel meer mijn ding. Als het aan Robert gelegen, denk ik, had ze wel gezegd wat ballonnetjes, misschien een paar bloemetjes. Maar ja, dit is wat meer uitbundiger, hè? Hallo, we zijn op het woonwagenkamp. Er is alles een beetje uitbundiger. Dit is in dezelfde set als wat we net hebben gezien. Kunnen mensen ook vasthouden. Dus bij binnenkomst kunnen we er een mooie foto achter doen. Misschien denken mensen bloemen is wat meisjesachtiger, maar nee hoor. Het is juist chic. Op een mooie schildersezel, dan heb je een mooi welkom. En wat voor een ezel? Schildersezel. Wat is dat? Dat je het erop zet, met die schilderij zeg maar. Zo standaard. Maar je op de schilderen? Ja. Noemen ze dat een ezel? Ja. Dat noemen ze een ezel. Ja. Het thema wordt goud, wit, champagne en een beetje zwart. Ik denk een mooie champagnekleurige loper. En we kunnen daarbij mooie pilaren doen van ballonnen. Speciaal voor jullie heb ik ook deze broches gemaakt. Zijn die voor op de... Nee, dit zijn niet voor op de kleren. Dit zijn eigenlijk voor aan de stoelen. Ik dacht, zij zeggen een broche. Ik denk, een broche is in mijn ogen zo'n ding waar je erop klikt. Voor mij is een broche iets wat je opprikt en niet op een stoel doet. Jij bedoelt corsage. Oh, heet dat corsage? Dat je alleen een bloemetje zo hebt. Ro, deed me eventjes auditeren. Hoe noem je dat? Corrigeren. Ro deed me even corrigeren en kwam met een corset aan. Eigenlijk noem je dat dus corsetjes. Hoe noem je dat nou? Bloemetjes voor op de dinges heten corsages. Oh. Hebben jullie die ook corsages? Dat doe je toch alleen met de bruiloft, volgens mij? Dat doe je niet met een doop. Oh, ja, dat weet ik toch allemaal niet? Dat is Louisa, dus zijn we wel gewend van haar, toch? En dan doen we op de dinertafels gaan we deze prachtige bloemstukken neerzetten. Dat is toch lekker, lekker rustig en chic. Oh ja, dat is wel echt heel mooi. Ja, alles heel mooi met goud, parlemoer, crème, champagne. Alles zit er eigenlijk in verwerkt. Dat is gewoon neutraal ook voor de doop. Ja, ik denk echt dat het een heel mooi feest gaat worden. Het wordt perfect. Beter dan mijn bruiloft.